En het was zomer, het was augustus. En het was midden in de nacht. Er werd geweldig gebonst en gebeld. Nou, ik begreep direct dat het mis was. En dan stormen er een paar kerels naar binnen, in Burger. Waarvan ik me één herinner. Die had een hoed op en een grijs pak aan, een kleine man. Het waren gewoon mensen die voor elke gepakte Jood 7,50 kregen. De angst sloeg toe en die vertaalde zich in diarree. Acuut naar de wc. Dat wisten ze. Dat hadden ze al eerder meegemaakt. Ze bleven aan de buitenkant van de wc's op je wachten. Daarnaast moest je snel opschieten. Ja, wat pak je? En in overvalwagen naar het Haagse Veer. Midden in de nacht. En daar troffen we nog een aantal gepakte Joden. Als ik me goed herinner, waren er geen andere niet-Joden bij dan degene bij wie ik zat. Dus Mary en Aad. En ze hadden een grote verslagenheid bijeen. Al die mensen waren ondergedoken geweest. En we wisten dat het mis was.